Vlot en veilig met de fiets van Wippelgem naar Doornzele rijden. Daar moet een nieuwe fietsbrug aan het ovaal van Wippelgem voor zorgen. De Hultjenbrug, zoals de nieuwe fietsbrug zal heten, loopt over de R4 en zorgt ervoor dat fietsers niet meer aan de gevaarlijke kruispunten moeten stilstaan om de drukke gewestweg over te steken. Ook een paar honderd meter verderop aan de Hoogstraat wordt momenteel aan een nieuwe fietsbrug gebouwd. De Zandekenbrug brengt je veilig met de fiets van in het centrum van Kluizen tot in het Gentse havengebied. Ja, die werken gaan eigenlijk heel goed vooruit. Zoals je kan zien hebben we al een aantal fietskokers ingeschoven. Er staat ook achter mij een fietskoker klaar. Die gaan we binnen enkele maanden ook op zijn plaats schuiven. En dan is de grote volgende mijlpaal natuurlijk de brugdekken zelf. Die komen met de boot van Spanje, die worden in Spanje gemaakt. We gaan er eigenlijk voor zorgen dat die bruggen eigenlijk er hetzelfde uitzien. Ze krijgen wel een ander kleurtje langs binnen, maar eigenlijk een beetje om de continuïteit van het ontwerp te verzekeren. En die bruggen worden bij dezelfde maker gemaakt, die komen op hetzelfde transport en die gaan we dan eigenlijk vrij tegelijk op hun plaats leggen. En de werken schieten bijzonder goed op. Hier aan het ovaal van Wippelgem wordt de Hultjenbrug in juni al over de R4 geschoven. Tegen eind augustus moet deze eerste fietsbrug over de R4 in Evergem klaar zijn. En dat is dus net op tijd voor de start van het nieuwe schooljaar. Maar ook de Zandekenbrug, de fietsbrug aan de Hoogstraat, wordt bijna gelijktijdig afgewerkt. Tegen september moet ook deze fietsbrug klaar zijn. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peters kwam de werf vanmiddag al eens bezoeken. Vlaanderen maakt werk van een vlotter en veiliger fietsverkeer langs de Vlaamse gewestwegen. En de herinrichting van de R4 West en Oost is het absolute paradepaardje. We willen die kanaalzone met de woonwijken, we willen die optimaal verbinden qua fietsinfrastructuur. Vandaar dat we volop investeren in onze fietssnelwegen, de F40, de F401. Die zorgen hier voor veel vlottere verbindingen in zaken het woon-werkverkeer, maar ook te koer in elke mogelijke fietsverplaatsing. En als er goede, veilige, comfortabele fietsinfrastructuur is, zullen mensen ook meer de fiets gaan nemen. En dat is belangrijk in het kader van die duurzame verplaatsingen die we echt wel willen promoten. Maar zoals altijd brengen grote werken aan de weg ook heel wat hinder voor het verkeer met zich mee. Op de R4 ter hoogte van Evergem blijft die hinder gelukkig wel beperkt. Het verkeer moet er tot 18 maart over versmalde rijstroken rijden. Tot 18 maart werken we eigenlijk aan de middenberm van de R4 om de pijlers voor de fietsbrug te maken. Het is belangrijk denk ik dat mensen weten dat dat gebeurt, omdat er ook een asverschuiving is. Dus we werken met versmalde rijstroken, met een snelheidsbeperking. Dus mensen denk vooral opletten, is toch wel heel belangrijk als je hier rijdt. Je bent de situatie gewoon en plots is die anders. Dus dat is toch zeker een oproep. Hou je aan de snelheidsbeperking en kijk goed uit om de signalisatie goed te volgen.